mensen van YouTubers en welkom weer in Disneyland Parijs, Magiccraft. En we gaan door met deze serie. En Jonas heeft er weer goesting in. Mensen, niet even binnen te springen in History Park. Ja, daar is hem weer met z'n zuiver. .surf.nu, .12.2. De Sleeping Beauty. Ja, hier ergens zal een ingang moeten zijn. Ah, hier dus. Ja, deze heb ik trouwens ook nog niet gedaan in het echt. Zie. Dat is gewoon het verhaal van Doorn Roosje dat je ziet op de vensters. Oh jong. Het zijn allemaal spinnenwielen die daar fikken. Ja, we kennen natuurlijk het verhaal van. We kennen natuurlijk het verhaal van Door een Roosje. Malafiden of zo. Ja, spreekt een vloek uit over haar. En dan prikt ze haar eigen aan een spinnenwiel en die staat hier. En ze ontmoet Prins Philip. De drie feeën die laten iedereen slapen. Ze gaan Prins Philip redden. En dan daarna Malafide verandert in een draak. Heftig gevecht. En daarna, ja, Prins Philip kust ze wakker. En ja, ze leven nog lang en gelukkig. Ja, verder is hier nog een andere walkthrough. Le Dragon. Allee, Le Dragon of zo in het Frans, ik weet niet. Oké, dat was hem al, de walkthrough. Dus, de volgende attractie is de Space Mountain, Hyperspace Mountain. Reclame tussendoor, vergeet even niet binnen te springen op History Park. Dus we gaan sluiten, man, en dan gaat de guy ineens afkomen met reclame. Verlof. Hyperspace Mountain, vroeger de Mission 2, is tegenwoordig in Star Wars thema. Of een beter is, ja, is niet echt beter, maar is ook niet slechter eigenlijk alleen. Ja, Star Wars, ja. Star Wars, ik ben geen Star Wars fan. Ja, deze heeft ook twee persoons. Jammer dat hier geen muziek is, maar dit kan ik wel even fixen, hè. Lancering in de kanon. Dun 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 dun. Deze attractie is gebaseerd op een boek van Jules Verne. Dat mensen naar de maan schieten met een kanon. Twee raketten. Het is wel een fantastische baan, deze. Wel met twee lift hills, dat is wel raar. Van Vekoma dus. Ja, Space Mountain. Zo Big Thunder Mountain en Space Mountain, die komen echt bekend in elk Disneypark tegen. En ja, ook deze Space Mountain is weer de beste van allemaal. Ook de nieuwste. Deze is van 95, andere zijn van 80, 70, 60. Zo, een van allemaal is echt ordinair, jongen. Ja, voor alle zingen, jongen. Dan ga je dat zingen. Uit aan de andere kant, echt jammer. Orbitron. Ja, de vliegertjes. Kunnen we met twee? Oh nee, we worden getapet.
Okay, hopelijk kunnen we ook hier weer. Allee, nee, dat is ingetrouwd automatisch. Right. Ah, daar hebben we Buzz Lightyear Laser Blast. Allee, de ingang, hij is nog niet open. Verder is er nog Star Tours in dit gebied. Want dat is een simulator, dus wat ze daarmee gaan doen. Ah ja, en daar hebben we de Nautilus. En de volgende attractie is Autopia. In Craftfanger is dat een racebaan, hier is dat gewoon een ja, oldtimerbaan eigenlijk. Een soort van. Mens zegt jammer. Mens zegt jammer. Je ziet geen namen? Jawel, in History Park. History Park. Zelf vind je app kan verdwijnen. Had ik dat blijven rollen of wat? Hey, fast right. Zegt die dat je pijls op de server zijn, wat verdoemen man. Zolang je het niet gaat spammen in de chat, jongen, is het goed, jongen. Maar nee, ik heb hem wel op idee gebracht, zie. Correct. Volgende attractie, Autopia. Hier hebben we al een Otto'ke als voorbeeld. Kunnen we niet in. Welkom in Autopia, ik ben al binnen. Ja, jij nog niet. Ja, gaat te peet, ik niet. Het enige probleem is, ja, in Toverland moet je een stuk langer wachten. Ik ga niet aan het stuur, godverdomme. Nee! Ik vind dat toch niet. Mensen, wat je nu ziet, dat zal in het echt nooit niet gebeuren, want ik ga nooit met Jonas in de auto. Je ziet. Maar ja, zoals je ziet, kijk, dit is gewoon wat autootjes die op een geleide rail worden meegetrokken. Je kunt wel een beetje sturen in het echt, maar dat heeft geen van ze, dus ja. Dus wel content dat Craftfanger er meer van gemaakt heeft. Een racebaan is wel veel leuker. Ziet hem zitten. Dat is een race. Zie, Jonas is op dit moment niet uit zijn doppen aan het kijken. Hè? Dat is wat hij in het echt ook doet. In het echt doet hem dus. Om op zijn gsm te kijken. Om op zijn gsm te zien. Wel mooie modellen. Maar ook deze attractie heb ik gewoon overgeslagen, dat is 9 jaar geleden, zeg. We moeten al lang genoeg wachten bij andere attracties. En uiteindelijk hebben we dus nu al attracties kunnen doen, hè, in die 3 dagen tijd. We hebben het zo gedaan, De eerste dag was volledig in het resort hier. De tweede dag ook grotendeels, maar op het einde van de tweede dag gingen we al naar studio's. En de derde dag was ook helemaal studio's. Wat of wat? Wat? Ik heb hier helemaal. Maar voor de studio's moet je dus echt apart betalen. Dat is het kutte eraan. Dus het is niet als je Disneyland Parijs koopt, dat studio's het inbegrijpen. Nee, daar moet je apart voor betalen. Village. Het is niet Village. Is dat het resort of wat? Dat is vakantiepark. Ja, Disneyland Parijs heeft ook echt veel. Veel plaats waar je kunt slapen, allemaal hotels en zo. En ook, is dat ook een camping of zo? Een caravanen of zo, ik weet niet. Wij blijven in een van die hotels slapen, ja zeg. Die hotels die waren niet van de beste kwaliteit. En dan ga ik liever naar Europa Park. Europa Park is na deze park het best bezochte pretpark, maar. Qua onderhoud en zo, maar je staat minecarts. Qua onderhoud is Europa Park toch echt wel veel beter dan Disney. Europa Park die maakt tenminste. Ik zei het te groot. Europa Park maakt tenminste nog winst. Maar ja, wat wilde. Disney heeft allemaal acteurs en allemaal parades. Maar ja, dat kost wel een hele hoop. Hè? Al die acteurs. En dat schijnt, jongen. Je hebt zo'n meet and greet met Mickey Mouse en andere Disney figuren.
zo'n wachtrij, hè, om op de foto te kunnen met een van die personages, dat kan meer dan een uur duren. Meet Mickey Mouse, dat heeft al 80 minuten geduurd. Over 10 minuten. En wat is het dan? Remember a dream come true. Oké, okay, mensen. Nog... En dan kunnen we die vinden. Ah. Ja. We hebben nog één attractie. Want Disney is ook eigenlijk meer een showpark dan een attractiepark. Dat is wel raar. Jammer. Ja, hier was die draak, normaal. Ja, hier. Ja, hier is ze met zal vuur moeten spuwen. Oké, daar komt hij. Ja, hij spuugt geen vuren dicht. Dus, Maar hij ziet er wel goed uit. Ook weer precies de draak van het dicht. Meer is er ook niet te zien. Oké, maar ja, dan was dit de tweede video van Disneyland Parijs. Amai, vreselijke like, man, zie een keer. Ja, dit was de video. Like, abonneer. En ciao.